De Motorpodcast. Hartstikke leuke mensen, van jong tot oud. Een lekker zweetje, een heel foodtruck festival met een live stage vol met beentjes en dat soort dingen. Dan voel je gewoon de relaxe vibe van hoe motorrijders zijn. Ja, weet je, gewoon het feit dat mensen hier, die allemaal één passie hebben, hier naartoe komen om samen te genieten van motorfietsen. Maakt niet uit welk merk. We delen gewoon één passie. Dat is het mooiste wat er is. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon. Aflevering 86 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Onze mobiele podcaststudio staat dit keer in het Autotron in Rosmalen. En eigenlijk moeten we het Autotron voor deze aflevering toch eigenlijk eventjes het Motortron noemen. Want dit is de dag van het Mega Motortreffen. Het gezelligste motorevenement van het jaar. En op het moment dat jij deze podcast beluistert, is het eigenlijk een soort terugblik op het Mega Motortreffen. En ik durf met zekerheid te zeggen dat je geïnspireerd raakt om er de volgende keer bij te zijn. Als je er dit keer niet bij was en als je er dit keer wel bij was, ja, dan is het gewoon eventjes lekker nagenieten van het gezelligste motorevenement van het jaar. Het Mega Motortreffen. Ja, het is ook echt een treffen. Ik zag op social dat er best wel discussie was over, ja, weer een beurs. Maar het heet ook Mega Motortreffen. En dat is precies wat het is, Peter. We zitten hier in de soort centrale doorgaande hal van hal 1 naar hal 2. Een soort gang. En je ziet jong, oud, dik, dun. Het weer is een beetje twijfelachtig, maar iedereen gewoon deelt de motorpassie. De een komt heel sportief binnen, de ander in een spijkerbroekje. Het is, ja, dit is nou letterlijk treffen. We treffen elkaar. Een motor treffen en ja. We treffen het ook nog even, want we gaan nog even een proefritje maken. Ja. We gaan nog even praten met een aantal gasten hier. Mensen die gewoon zelf een proefrit hebben gemaakt, die iets uitgezocht hebben. Die misschien wel een motor gekocht hebben, want dat kan hier uiteindelijk ook. Of alleen een helm. Of, ja. Nou, eigenlijk is alles mogelijk. Er wordt gecrossbuiten, er wordt gestunt. Er zijn die mensen in een soort metalen bol, 360 graden aan het motorrijden. Er staat buiten een band. Er is van alles te eten en te drinken. En we beginnen elke aflevering natuurlijk met de motormoment. Heb jij überhaupt nog iets beleefd afgelopen week? Ja, nou ja, ik was in de bonusaflevering al begonnen over de boetes. Hè. 280 ja. euro voor een stukje op een FTR rijden. Een klein beetje te hard. En dan komt er nog 9 euro administratiekosten bij. Staat gewoon echt benoemd, hè, bij de bekeuring. Denk ik van, jongen, maar goed. Dan had ik nog een andere overtreding. Nou ja, goed, dat waren even mijn negatieve motormomenten. Maar ik ben ook met een hele grote groep Harley-rijders nog even, heb ik even een rondje gemaakt. Lekker een hoop herrie uiteraard. Maar er was ook een mogelijkheid om wederom elektrisch te rijden. En na al de herrie bij elkaar van al die grote ronkende motoren is het toch een verademing om ook eens even weer een stukje elektrisch te rijden. Omdat je dan dus helemaal in de stilte zit. En dat heeft toch ook wel wat? Ja, we hebben nog een reactie gekregen op de vorige aflevering. Want in de bonus hadden we het over die actieradius van die elektrische, die nogal beperkt was. En we komen in de volgende aflevering wel uitgebreid op de post, want we hebben de post niet meegenomen naar Rosmalen. Maar er was één iemand die zei van, ja, die actieradius is niet meer zo relevant, want er zijn steeds meer laadpunten en daar kun je gewoon op plannen. Dus je moet uitgaan van juist het ontbreken van het geluid en de koppel. En neem dat laden nou maar voor lief. Dat is eigenlijk geen probleem meer. Ja, het duurt natuurlijk wel even voordat die vol is, maar ja, op zich ik zie mezelf toch nog wel eens misschien voor erbij. Ik zeg niet dat ik alle benzineslurpers wegdoe. Nee. Nee, uiteindelijk erbij lijkt me toch wel fraai om dat te hebben. Nou, de vaste luisteraar die weet dat we toch wel van het credo zijn, never sell just add. Nou heb ik wel geadd, want ik ben dus aan het wachten op mijn nieuwe R1. Daar moet ik denk nog een beetje op wachten, want die krijgt nog een servicebeurt bij de vrienden van Barbier Motorsport in Havelte. Maar ik heb hem wel verkocht. Dus ja, never sell. Toch gedaan. De CBR gaat de deur uit. Ja, en een nieuwe Yamaha R1. Ja, je bent wat prikkelbaar, hè? Nu je nog een week moet wachten. Ja, op dat ding. Ik heb er geen geduld voor. Ik ging daar weg uit de showroom, een lekkere koffie gedronken. En we hadden de hand erop geschud op een goede deal. Goed geholpen. En dan wil je hem eigenlijk gewoon, want je hebt net een proefrit gemaakt. Dan wil je hem eigenlijk gewoon meenemen uit de showroom. Maar hij zei, ja, weet je, we gaan hem nog een beurt geven voor je. En dan is hij helemaal tiptop. Krijg je weer de garantie erbij. En dus nou, ik moet een beetje geduld hebben. Maar binnenkort is die er. En dan ga ik iemand anders blij maken met de CBR, de Rode Supersport. Dus ik heb daar een afscheidsritje mee gemaakt. Ik ben even naar het strand Zandvoort geweest. Eventjes lekker voor het laatst met de CBR op pad. En dan opgepoetst straks
de deur uit. Heb je hem ook even gezoend? Nee, dat, zo ver gaat de motorpassie bij mij niet. Dat zou kunnen, hè? Nee. Ik even denk van nou, even een kusje. Ik heb er nog een mooie foto van gemaakt en nog even flink gas gegeven. Dacht ik, nou, nu is het welletjes. En 43.000 op de teller. En de nieuwe eigenaar is er hopelijk heel blij mee. En gaat er veel veilige kilometers op maken. Ja. Hey, je kunt hier op een Yamaha R1 ook even rijden. Dus... Ik zag hem net. Ja, en ik zag ook een hele mooie R7. Ben ik ook wel benieuwd naar. Maar ik heb net die R1 gekocht, joh. Dus ik weet hoe die rijdt. Maar dat je even voor het gevoel dat je hier ook even een rondje door Rosmalen en zo. En dat je hier even de boel... Mijn proefritje vanuit Havelte was lekkerder. Want dan heb je geen voor- en achterrijder. Je kan gewoon je eigen route bepalen. Ik vind dat toch wel lekkerder met een proefrit. Dan kon je hem even flink op zijn staart trappen. Heb ik ook gedaan daar in de buurt. Dus quickshiftertje zit erop. En een prachtig mooi zwart. Dus ik ben er helemaal blij mee. Maar hij is er nog niet. Nee, oké. Okay. Nou, heel veel sterkte met dat wachten dan. Dankjewel. De Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Ik heb het gevoel dat alle motorliefhebbers hier nu in Rosmalen zijn. Aangeschoven zijn Nick en Kai van de grote organisatie, jongens. Welkom. Dankjewel. Om met Nick te beginnen. Hoe kijk je op de dag tot nu toe? Nou, waar ik heel erg blij mee ben, is dat het goed weer is. Ja. Want toen ik vanochtend wakker werd en ik keek naar het weer richting... Oeh, motorrijders, dat weet je, die willen liever niet een vieze motor. En Kai heeft altijd een hele mooie uitspraak. Als je iets goeds organiseert, krijg je ook een mooiste weer van de wereld. Nou, heb je gelijk gehad. Werkt het echt zo? Tot nu toe heeft het ons nooit in de steek gelaten. Nou, heb ik begrepen dat dit gezelligste motorevenement van het jaar, het Mega Motortreffen in Autotron, ja, het heeft toch nog best wel wat voeten in de aarde om dit voor elkaar te krijgen. Nou, we hebben al best wel wat ervaring, dus we maken ons niet meer druk. Dingen gebeuren soms op de weg hier naartoe, maar die lossen we altijd op. Dus we zijn heel tevreden. Ja, het is de vijfde inmiddels. Voor de mensen die nu zitten te luisteren en niet geweest zijn, wat hebben ze gemist, Kai? Noem eens vijf hoogtepunten. Vijf hoogtepunten. Eén is echt het show-element. We hebben 22 shows hier. Dit is echt een treffen. We zijn absoluut geen beurs. Natuurlijk hebben we heel veel standhouders en een mooie motormarkt, maar de shows, daar draait het hier om. Global Speed, 5 shows vandaag, 5 trial shows in de RST Stunt Arena die volgepakt zit met toffe shows. Dus dat is echt hoogtepunt nummer 1. Hoogtepunt 2 is dat wij hier eigenlijk vrijwel alle merken hebben waar je op kan proefrijden. Ik denk dat we hier meer dan 200 motoren hebben staan waar je op kan testen. En je komt gewoon aan, het is allemaal gratis. En je pakt een Ducati, je maakt een mooie route en daarna ga je die Kawasaki eens testen. Of die BMW bijvoorbeeld. Dus dat is echt top. 3 is een hele mooie locatie met gratis parkeren voor de motoren. We blijven een motorevenement. Dus parkeren met de motor is gratis. 4 is de prijs. Wij zijn eigenlijk de enige in Nederland die zijn prijzen afgelopen jaar niet heeft verhoogd. We zijn van 10 euro op 10 euro gebleven. Nou, voor 10 euro kan je bij sommige motorevenementen niet meer een hamburger halen. Maar hier krijgen de 22 shows en 200 testmotoren weer terug. Dus voor slechts 10 euro heb je echt een feestje vol met beleving. En hebben we nummer 5, gewoon de hele sfeer. Dit is zo relaxed, dit zijn echt allemaal motorliefhebbers. Vrijwel iedereen komt hier op de motor. Vroeger hadden we zelf een walk of shame. Dat als je vanaf de autoparking het evenement opliep, dan moest je daar langs. Omdat we gewoon vinden dat je op de motor moet komen. Maar hartstikke leuke mensen. Van jong tot oud. Echt een publiek. Een lekker sfeertje. We hebben hier achter een heel foodtruck festival. Met een live stage vol met bandjes en dat soort dingen. Dan voel je gewoon de relaxed vibe van hoe motorrijders zijn. Dus dat zijn wel echt... 5 belangrijke pijlers. Ja. Heb je zelf ook al even een proefritje gemaakt? Want ja, van die 200 motoren, dat wordt natuurlijk wel moeilijk om ze dan te laten staan, hè? Nou, de motoren worden altijd iets eerder geleverd. En tijdens de opbouwdagen moeten wij een heel groot festivalterrein en allerlei... Oh, dat moet je verkennen. Uitgebreid. Ja, ik begrijp het, ja. Dus schijnbaar staan alle sleutels dan in de sloten. Dus dan pakken we nog wel eens een motortje. En wat heb je al even onder de billen gehad, zeg maar? Nou, ik moet eerlijk bekennen, en dat is niet vanuit alleen mijn rol, maar ieder merk heeft wel echt een model of meerdere modellen die mij kunnen bekoren. Ik heb een heel groot tweecilinder hart. Dus, beetje bokkig? Ja, een beetje bokkig. Grote cilinderinhoud, veel koppel onderin. Dat kan mij heel erg bekoren, maar ik moet eerlijk zeggen, echt... Ieder merk, of het van de ene een naked is, de andere een allroad en de andere weer een chopper. Ik heb het ook allemaal gehad, joh. Dus ik vind het echt mooi. Dit bedoel je, hè?
Nou, een andere. Toen ik jong was... Toen je jong was, nu ben je een oude man. Nou, ik ben nog steeds niet zo jong. Niet zo. Maar ik heb wel een paar... dat waren nog Buells. Die twee cilindertjes naked. Dus... Maar nu zijn we bij Ducati aanbeland, moet ik eerlijk zeggen. Oh, nee, dat mag ook hoor. Ja, weet je, het zijn toch gewoon verrassingen. Want wat Kai zegt, gisteren moesten wij toch aardig wat motoren verplaatsen. En ik reed op een gegeven moment op de Honda Hornet. En dat is echt een hele verrassende motor. Die is nu op de markt gekomen. En ja, dat was echt een verrassing voor mij. Maar gisteravond laat kwam Yamaha nog aan met een hele batterijmotor. Er moesten allemaal die vragen uit. Ja, daar zijn wij niet te beroerd om te helpen. Ja, ik begrijp het, ja. En dan rij je van de een op de andere. En het was ook een verrassing, de nieuwe Tracer 9. Ja, dat was, vond ik echt een, ook een verrassing voor me. Want jij bent BMW GS-rijder, toch? Als ik het goed heb? Ja, maar ik heb geen merkenvoorkeur. Kijk, daarvoor had ik een Ducati Multistrada. Daarvoor heb ik een Suzuki Vierstrom gehad. Ik heb wel wat met de hoogpoters. Gewoon niet omdat ik het mooi vind, maar omdat het prettig zit voor mij, met mijn lichaamslengte. Maar gisteren heb ik ook een R18 special moeten ophalen. Nou, dat gaat BMW, hè? Ja, oké, maar voor hetzelfde had ik de Harley opgehaald die hier in de hal staat. Had ik datzelfde warme gevoel. Want dat, als je me echt vraagt wat vind je mooi, dat vind ik echt mooi. Ja, dus, maar die hoogpoters, dat is, nou, je zei het al een beetje, het ziet er niet zo mooi uit, maar het is wel comfortabel. Het is praktisch. Weet je wel, ik denk dat ze daarom ook heel goed verkocht worden. Weet je wel, want als je gewoon kijkt van hoeveel allroads waar ze in, zeg maar, van hoeveel er worden verkocht, dat is echt heel erg veel. En dat is net zoals SUV-auto's, er worden heel veel verkocht, maar niemand gaat de modder in. Nou, dat is eigenlijk met dit soort motoren ook vaak. Ja, als je echt de beleving van motorrijden, maar dat is mijn ding, vind ik een dikke Harley of een dikke R18, ja, daar heb ik wel wat mee. Kijk. Dat is ook een beetje dat kaliber, hè? Daar krijg je warm van. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, dat is ook gewoon mooi. Ja, ik rijd ook op zo'n ding, dus ik weet er alles van, maar goed. Misschien een tip voor volgend jaar om een groot offroad terrein aan te leggen. Dat je ook echt offroad een proefrit kan maken. Nou, als ik daar mag op inspringen. Vorig jaar hadden we hier een offroad terrein. Alleen, dat is het enige jammer van deze locatie. Is dat we in een waterwindgebied zitten. Dat we niet van optimaal gebruik mogen maken van alle terreinen die hier zijn. Want er zijn echt hele mooie terreinen om iets te doen met de offroad. En er is ook veel behoefte aan. Alleen ja wat niet kan, dat kan niet. De grote organisator van Mega Motortreffen is MotorNL. Jullie zijn van MotorNL. Motor 73, onderdeel van jullie bedrijf. Het oudste motormagazine van Nederland. Gefeliciteerd, want jullie bestaan dit jaar 50 jaar. Een hele mooie prestatie. En dat is trouwens ook de reden waarom wij hier extra een feest van maken. Dit hele jaar is het gewoon vol met festiviteiten. Omdat we gewoon duizenden, tienduizenden lezers hebben. Maar ook volgers op onze andere kanalen. En dat is ook de reden waarom we die ook onder andere dit jaar gratis hebben uitgenodigd voor Mega Motortreffen. Dus er zijn ruim 50.000 tot 20.000 kaarten weggegaan naar onze achterban om gratis van het feestje te genieten. Om ook zo meer waarde te zijn voor je abonnement. Om 2 uur start hier zo met Henk van Kessel, een oud wereldkampioen, in de Rijders Club Lounge een hele mooie presentatie. Een soort van mini-symposium voor leden van het eerste uur. Dus leden die echt al 45 tot 50 jaar abonnee zijn, die zijn daar in grote getalen daar te vinden om voor een hele mooie presentatie. Echt een VIP-lounge, zou ik maar zeggen. En dit jaar staan nog veel meer leuke activiteiten, toertochten, clubtochten op het programma. En die konden we allemaal aan op motor.nl. En ik denk dat we ook in de motorpodcast daar nog het nodige over gaan horen. Dan toch één puntje van kritiek, Nick. Ja, ik denk toch dat je daar voor volgend jaar moet werken. Het is een motortreffen en wij zitten in het Autotron. Moet dat Motortron heten volgend jaar? We hebben al die dakpan hier op het dak wel eens overwogen om die echt weg te halen. Of een doek eroverheen. Van één dag is het Motortron. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. De Motorpodcast vanaf het Mega Motortreffen in Rosmalen. En ja, in deze aflevering zijn we gewoon even met z'n allen aan het nagenieten van dit meest gezellige motorevenement van het jaar. Wij begonnen de podcast ooit met de subtitel Passie voor motoren, want achter elk vizier zit een verhaal. Nou komen hier heel veel mensen naar binnen lopen met een vizier letterlijk in hun handen en wij treffen hier Martin. Martin, yes. Welkom. Goedemorgen. Welkom bij de Motorpodcast. Jij hebt ook iets met circuitrijden, hè? Ja, klopt, ja. Dat een aantal keer per jaar gaan we met een groepje naar het circuit Lelystad. Vaak bij Midland. Eén keertje bij het politiecircuit geweest dan. Dat is inmiddels gesloten voor om daar te trainen. Maar dat hebben we nog één keer kunnen doen vorig jaar. Dus dat was top. Want wat rij je dan?
Een MT10. Een MT10? Ja. Yamaha MT10. Yamaha MT10. Dat is een naked bike, hè? Waarom is de keuze daarop gevallen? Het is een beetje sportief, maar ja, toch een beetje rechtop zitten, ja, toch? Ja, klopt. Sportief rijden en ook wel rechtop zitten, zeg maar. Vooral, ik ben best wel groot, lang. Dus dan is het gewoon een hele fijne motor om daarop te zitten, ja. Is het je eerste motor? Nee, de tweede. De eerste was een Suzuki GSX S600. En waarom heb je destijds daarvoor gekozen? Ja, dat was eigenlijk een via een vriend die is begonnen met een klein motorzaakje in Woerden. En die had hem staan. Ik liep er tegenaan en dat ding was 22 jaar oud, maar was echt die showroom staat. Dus daar ga ik gewoon mee beginnen. Maar goed, de wens was een naked bike. Alleen dat was op dat moment kon ik nog niks vinden. Dus eerst de Suzuki en die we weer verkochten. Toen toch de MT10 aangekocht. En waarom is de keus specifiek daarop gevallen? Want je hebt natuurlijk heel veel naked bikes. De keuze is reuze, om het bijna zo te zeggen. Ja, dat is toch een beetje. Ja, ik heb niet echt per se voorkeur voor merk. Maar ja, het is gewoon de uitstraling van de motor. En de zitpositie was voor mij wel doorslaggevend. Ik heb ook Kawasaki Z1000. Ducati Street Fighter. Maar het is allemaal net even wat. Zit je er toch wat meer voor over? De Kawasaki was te krap. En Aprilia viel ook al af en er zijn wel een aantal modellen die toch afvallen omdat je gewoon niet goed zit. Dus, Het is net als schoenen passen, hè? Net zo lang totdat je een goede hebt. Totdat je een goede hebt, inderdaad. Welk bouwjaar komt die vandaan, de MT10? 2017. Toen is hij ook relatief nieuw nog. Wel het oude model. Het nieuwe model vind ik niet zo heel geslaagd, maar dat oude neusje heb ik nog, zeg maar. Die vind ik net even mooier. Wij hebben het er best wel vaak over. We hebben net een rondje gemaakt ook. De kop van de MT10 is niet helemaal in orde. Nee. Toch moet ik eerlijk zeggen dat mijn model. Sommige bepaalde hoeken kijken, denk ik, weet je, er is ook wel veel plastic natuurlijk. Er zitten een hoop dingetjes onder in die neus. Maar toch, het heeft toch een mooie uitstraling uiteindelijk. Gewoon stoer en sportief. Maar denk je wel eens aan verbouwen? Hè? Wij hebben natuurlijk een speciaal mannetje ervoor. De Magic Motorcycles. Onze Bobby zou zonder meer even een ander neusje kunnen creëren voor je. Ik ben wel eens bezig geweest met een windschermpje. Maar die heb ik er toch weer afgehaald uiteindelijk. Dat was ook geen goede optie. Ik kreeg alleen maar meer wind. Dus ik zal het wel open voor ideeën. Maar Veel windschermen bundelen juist de wind en dan blaast het extra hard op je vizier of in je gezicht. Dus. Maar goed, wat ik al tegen je zei, onze Bobby van Magic Motorcycles, die is in staat om je motor even te modificeren, te customizen, het allemaal net even wat mooier aan te passen. Check maar even zijn site, magicmotorcycles.nl. Vandaag mega motortreffen. Wat verwacht je van deze dag? Nou, ik hoop eigenlijk op wat andere, wat nieuwe modellen te kunnen rijden. Vorig jaar is dat niet gelukt. En voor de rest gaan we eens even kijken. Ik kom net binnen. Dus, Je bent op de weg al uitgekeken, want je bent veel op het circuit te vinden. Wat trek je aan in circuitrijden? Ja, gewoon met een groep jongens die je kent. Zeg maar, gewoon gezellig met elkaar. Even, je deelt dezelfde hobby. En vooral dat bochtentraining, zeg maar, dat vind ik gewoon leuk. Gewoon echt, dan kijk je natuurlijk echt even het gas erop, zeg maar. Wat op de weg eigenlijk, het is natuurlijk anders rijden op de weg, zeg maar. Dus dan hoef je niet zoveel rekening te houden met tegenliggers. Alleen af en toe achter je even kijken en wat gebeurt daar. Maar dat is gewoon leuk. En met welke organisatie doe je het? Motorcircuit training en die andere was. Die ben ik even kwijt. Maar motorcircuit training heb ik sowieso twee keer gedaan. To the Experience? Ja, volgens mij die. Ja. Wat is het verschil tussen Midland en PV? Want ik heb op PV zelf een paar keer gereden, maar Midland nog nooit. Terwijl heel veel mensen zeggen, daar moet je een keer gereden. Ja, het is heel kleinschalig. Je gaat ook niet echt op het gas. Hè, maar je komt op het rechte stuk. Dus, dan kom je misschien net en is het 2 of is het 3 en dan moet je alweer terug. Maar het zijn gewoon, het is heel veel sturen. Het is heel veel kleine korte bochtjes. Dus het is heel veel omgooien. En echt voor die bochtentraining is het echt wel heel leuk om te doen. Dus wat men erover zegt klopt ook wel. Als je bochten en techniek wil bijschaven, moet je Midland. Dat is Midland heel leuk. Wij gaan binnenkort met luisteraars van de podcast en met de winnaars van de Indian FTR prijsvraag met 8 personen op Midland rijden een middag. Op 14 juli gaat dat allemaal plaatsvinden. En dan gaat er ook één iemand naar huis met een hele mooie belhelm. Dus we gaan het zelf even meemaken. Of althans, jij gaat het even meemaken op het circuit. Ik probeer Peter dus al heel lang, al een paar jaar, over te halen om een keer op het circuit te rijden. Maar wat zou jij tegen Peter zeggen als hij met... hij rijdt een Harley, dus misschien iets minder geschikt voor het circuit. Maar wat zou je tegen Peter zeggen om hem over te halen om een keer een middagje mee te gaan? Probeer mij te overtuigen.
Nou, allereerst even een andere motor pakken in ieder geval. Nou, dankjewel. Dat is niks minder waard dan jouw motor, maar dat is gewoon ja, dat type. Ik had toevallig een kameraad die reuk aan Harley, die heeft de oude lesmotor van onze instructeur toen meegenomen. Ja, die was helemaal overtuigd. Die had ook zoiets van, ja, die reed dat Harley een heel andere manier van rijden. Met toch het circuit op, ja, dat heb je met een Harley misschien niet nodig, maar hij vond gewoon de bochtentraining. En het inzicht, en ja, dat kan je op de weg ook wel weer gebruiken, zeg maar. Ja, nou, dan probeer ik jou even te overtuigen van Harley. Hoor, dit is een... Dat geluid, hè, dat komt natuurlijk weer niet uit een MT. Nee, dat is toch anders. Het is even categorie, hè? Je begint te schudden, want we hebben natuurlijk ook een MT-10 op voorraad. Met een speciaal uitlaatje eronder. Heb jij ook iets aan de uitlaat laten doen? Of, Ja, alleen de einddemper. Ja. De SC-einddemper zit erop. Ah, oké, dus hij klinkt bij jou ook wel een beetje zo. Klinkt ook wel een beetje zo. Oké, ja, dat is toch goed om te horen. Ja, en toch kun je met een Harley ook op het circuit. Want volgens mij heb ik zelfs, was het PVI? Volgens mij heb ik PVI was een keer een groepje Harley-rijders met z'n vijven gewoon lekker. En die rijden dan wel op een andere snelheid met een andere manier. Maar je kunt ook gewoon natuurlijk met een Harley op het circuit rijden. Ja, dat is niet zo. Heel goed. Ik ga het echt nog wel een keer doen. Maar ik ben dus eigenlijk van de categorie lekker rustig aan. Maar goed, dat ieder zo zijn... Dus alleen met een eventuele glijder kan altijd gebeuren. Is met een Harley even extra. Doet het extra, ja, extra pijn aan alle kanten. Ja. Maak er vandaag een mooie dag van. Ga even lekker proefrijden. Zoek even wat uit, eten voor wat lekkers. Fijne dag verder. Veel plezier. Dankjewel, jullie ook. Fijne dag. De Motor Podcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Ik vind het wel gezellig, Peter, zo. Oh, Dennis, dit moet ik helemaal niet doen, man. Echt, ik heb nu alweer iets gezien waarvan ik... Je bent een rondje wezen lopen, hè? Ja, jongen, dit is echt... Oh, man. Ik weet van mezelf dat ik zo ben als ik dan iets moois zie... dat ik het dan stiekem toch eigenlijk weer gewoon wil hebben. Maar er zijn twee hallen. Er is een hal met snuisterijen, relatief goedkope dingetjes. Ja, stickers en dat soort... Ik kom altijd in de verkeerde hal. Jij, in de hal waar het de hal met de dealers? Ja, waar het geld gaat kosten. Dat heb je nu weer gezien. Nou ja, ik weet niet of ik het hardop kan zeggen... maar naast de Harley zou ik toch ook wel graag een Tigertje erbij willen hebben. Ja. Van Triumph. Wat een mooi ding, zeg. Ik heb er ook even geprobeerd. Ja. Wat is er mooi aan dan? Nou ja, het is een soort all-road apparaat, maar heel erg uitgebreid. Tenminste, hier hebben ze natuurlijk het meest uitgebreide exemplaar staan. Hè? Dus daar zit alles op, elektronische vering meteen, alles instelbaar. Je gaat erop zitten, dat ding stelt zich meteen af op mijn BMI, wat eigenlijk hoort bij een grote Harley. Dus dat gaat allemaal vanzelf. En een fantastisch mooi displaytje erop en cardan aangedreven. Dat scheelt ook een hoop gedoe. Ik wil zoiets er dan gewoon bij als pekelfiets. Maar ja, dan de prijs. Hè. Dat is een luxe pekelfiets. Ja, dat is een hele luxe pekelfiets. Dat geef ik meteen toe. Maar ik ben ook een luxe paardje. Hè. Ik wil niet alleen in hotels zitten. Maar ik vind dit ook gewoon... Ja, zoiets er gewoon bij, weet je. Voor woon-werkverkeer en dan lekker zo'n... En dan, ja, ik ga niet stoppen met zo'n Harley. Want dat vind ik ook leuk. Maar ja, never sell, just add. Dan moet dit er even aan toege... Ad worden. Ja. Ik ben ook wel benieuwd. Nou ja, ik heb een rondje. Ik ga zo meteen nog even uitgebreid kijken. Maar ik heb natuurlijk net de nieuwe Yamaha R1 gekocht. Ik moet zeggen dat ik ook wel verliefd was op het nieuwe display. Want ik rijd nu de CBR uit 2010. Ja, dat is nog uit de tijd van een LCD-display. Weet je wel, gewoon dat simpele zwarte. Ja. Waarop je eigenlijk niks kunt instellen. En op die R1, en die heeft een mooi display waar je de rijmodi kunt instellen. Dus er gaat voor mij straks ook een hele nieuwe wereld open in het, zeg maar, het opnieuw afstellen van de motor. Kijk, aan de ene kant vind ik het fantastisch. Hè? Hoe meer op zo'n display, zo heb ik ook al eventjes staan watertanden bij een Goldwing. Een Goldwing bagger, hè? Dus niet met zo'n topkoffer, maar zo'n bagger met alleen koffers aan de zijkant. Ja. Dat vind ik ergens ook wel mooi. En er zit dan Apple CarPlay in. En de gekste dingen. Aan de ene kant vind ik dat fantastisch. Hè? Hoe meer gadgets en gizmos, hoe mooier. Het moet knipperen, het moet, je denkt van, maar een rijdende kermis. Maar aan de andere kant vind ik ook het pure motorrijden. Dus dat is dan weer de Harley, hè. Met alleen een teller in het midden en that's it. Gas geven en oké, er zit een olielampje op en dan houdt het ongeveer wel op. Dat vind ik ook iets hebben. Het is wel leuk, want een collega van mij die rijdt op een BMW van 30 jaar oud.
echt zo'n café-race-achtig ding. Werd type niet uit mijn hoofd. Maar die zegt ook, ja, ik heb een toerenteller en een snelheidsmeter. Ja. Die snelheidsmeter is kapot. Er zit geen brandstofindicator op. En wat zat er nou nog meer in? Hij heeft, ja, ik heb alleen een toerenteller, dat is het een beetje. Ja. Geen brandstofindicator, kilometerteller is stuk. Dus hij, ik rij ook een beetje geschat ongeveer 50. Maar het kan ook een keer 60 zijn of een keer 40. En, je merkt het vanzelf aan. Ja, aan de, ik vind aan dat wel heel erg basic, maar... ja. Ik denk dat ik ook een rondje ga maken. Want er staat hier veel. We hebben net de stuntshow gehoord vooral. Van, uit onze ooghoek kunnen we hem zien. Hè? De, wat is het? De stalen bol. De Thunderdome of zo. Ja. Heet dat ding? Zo'n bol. Dan twee motorrijders toch waren het? Twee of drie? Twee. En dan over de kop. Ja. Rondjes, keihard. Het is leuk dat er weer een keer een Mototref is. Want vorig jaar was het natuurlijk nog net uit corona. En dat was een beetje een soort van... maar dit is weer gewoon vijfde jaar weer zoals het hoort. Het extra hal erbij. Het weer is lekker buiten. Dus het is gezellig. De Motorpodcast. Mega Motortreffen. Het meest gezellige motorevenement van het jaar. Daar zijn we met de Motorpodcast. Eigenlijk blikken we min of meer terug op dit evenement. En ja, bij Mega Motortreffen mag natuurlijk de vakbond voor motorrijders niet ontbreken. Dat is de MAG, de motorrijdersactiegroep. Hugo Pinksterboer, jij gaat de barricade op voor de motorrijder. Of eigenlijk moet ik zeggen, jullie voeren actie. Ja, daar zijn we heel druk mee bezig. En die actie draait op dit moment vooral om natuurlijk het bekende onderwerp motorgeluid. Ja, want hoe erg is het op dit moment? Ik heb wel eens het idee dat er meer klagers zijn. Of dat de klagers een grotere mond hebben. Meer herrie kunnen maken met het klagen. Ja, de klagers weten de media goed naar zich toe te trekken. Maar wij kennen de media ook. Nog belangrijker, de media kennen ons. Dus overal waar de klagers, en dan hebben we het over meneer Hardenberg, aan het woord komen, daar zijn wij ook aan het woord. Want vertel even, je laatste talkshow, waar heb je allemaal weer aan tafel gezeten? Dat was voor het eerst een live confrontatie met meneer Hardenberg bij Spijkers met Koppen. Daarna onder andere Eén Vandaag. Poont deed een item, Hart van Nederland. En er zijn er nog een paar die ik waarschijnlijk niet gezien heb, maar die wel opgenomen werden in Vaals. Waar meneer Hardenberg een van de drie organiserende partijen was van, even een mond vol, de First International Motorcycle Noise Pollution Event. Ah, het klinkt al heel erg moeilijk. Nou, enorme mond vol. En er zouden dan 320 actiegroepen Europees, namelijk uit België, Duitsland en Nederland, die zouden daar gaan demonstreren tegen dat motorgeluid. En dus, hoe was het? Ja, wij gingen er natuurlijk naartoe. En ik geloof dat ik 29 mensen telde. Dat was inclusief de organisatie. En er was bijna meer pers dan dat er belangstelling was. Want voor de mensen die meneer Hardenberg niet kennen, hij strijdt eigenlijk tegen motorlawaai of lawaai van gemotoriseerde voertuigen. Ja, de officiële, de naam NEVOM, waar hij dan de voorzitter en de enige woordvoerder voor is, staat voor de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen. Maar als je hun nieuwsbrief leest, dat gaat dus voor 80-90% over motorfietsen. En dan zegt hij altijd, ik heb geen hekel aan motorfietsen. En hij zegt dat hij zelf een motorrijbewijs heeft. En dat hij het eigenlijk ook wel een mooi geluid vindt. Maar ja, hij vindt een draaiorgel ook wel mooi. Alleen als je dat dan de hele dag voor zijn deur zet, zegt hij op een gegeven moment, jongens, stop er nou toch mee. En hij zegt ook dat van de 700.000 motorrijders, dat getal klopt niet helemaal, dat de helft daarvan te veel geluid maakt. En hoe zit het echt? Zoals het echt zit, het enige cijfer wat erover bekend is een onderzoek van TNO in Amsterdam, gedaan in 2020... hebben ze metingen gedaan en 5% van de motorrijders valt onder de categorie te luide voertuigen. Wij zijn ook ondertekenaar of ondersteuner van het convenant te luid geluid is uit. Hè? Want we kennen allemaal de discussie dat er hier en daar wegen selectief voor motorrijders worden afgesloten. Daarvoor hebben jullie het convenant opgesteld te luid geluid is uit. Voor de mensen die dat niet kennen, leg even in een paar zinnen uit waar dat over gaat. Ja, we hebben dat opgesteld met Motoshare en Motoplus. Later zijn allerlei andere partijen daarin aangehaakt. De KNV heeft het logo ontworpen. De mensen van MotorNL hebben de Motor.nl die dit organiseren ook. Dit mega motortreffen doen de website voor ons. Dus allerlei partijen zijn erbij aangehaakt. En al die partijen hebben dat convenant ondertekend, net als jullie. Dat convenant is feitelijk niet meer dan een half A4'tje waarop staat, beste motorrijders, hou rekening met je omgeving. En onder het motto, als je thuis geluid maakt, dan hou je rekening met je buren. Als je op de motor zit, is iedereen je buurman. Dus geef geen gas als je langs huizen rijdt. Weet je, doe even kalm aan, ga van het gas af.
zwaai even vriendelijk naar mensen, rij met een boog om fietsers heen. Weet je, respecteer de mensen om je heen. En er zijn er echt in Nederland nog genoeg plekken waar je het gas kan openrijden. Recent zelf het voorbeeld, hè? Toch even wat sportiever rijden. Ja, dan ben ik even naar de Maasvlakte gereden. Ja, daar kom je letterlijk niemand tegen behalve een duif en een zeemeeuw. En dan houdt het wel een beetje op. Zorgen dat die geen last meer hebben. Ja, dat is waar. Dat is waar. Is elektrisch rijden, hier staat ook bijvoorbeeld Energica, staat verderop in de hal. Is elektrisch rijden niet gewoon dé oplossing voor dat probleem motorgeluid? Ja, het vervelende is dat omdat de partijen die wegen willen afsluiten geen cijfers kunnen overleggen. Net zoals in het rechte land bijvoorbeeld zijn er geen records van klagers. Er zijn heel veel klachten ingediend. En dan zeggen wij dus, maar hoeveel dan? Zijn die ook ergens vastgelegd? Nee, dat is niet het geval. Metingen kunnen ze meestal ook niet overleggen. Er is één meting gedaan ooit bij de Lekdijk. En daar is, als je dat volgens alle normen presenteert, dan gaat het door motorverkeer, is er sprake van een toename van het geluid van 1 decibel. Nou, daar kun je, op basis daarvan kan je geen wegen afsluiten. Dat weten ze ook allemaal. Dus dan gaat het om leefomgeving. Het gaat om het karakter van de weg. Dat blijkbaar niet aangetast wordt door auto's, maar wel door motorfietsen. Heel vreemd. En het gaat natuurlijk ook over onveiligheid. En dan zeggen wij dus, maar we hebben contact gehad met de politie. Er is helemaal geen sprake van ongevallen. Dus, oh nee, dat klopt. We doen subjectieve onveiligheid. Maar het voelt aan als onveilig. Ja. En daar gaan ze dan op gooien. Dat betekent dat we dus ook niet toekomen aan een ontheffing voor elektrische motoren. Maar goed, die elektrische motoren is sowieso nog... toekomstmuziek is niet helemaal waar, want ze rijden rond. Er zijn een heleboel enthousiaste gebruikers. Het zijn er nog heel weinig, maar het groeit wel. En natuurlijk is het de toekomst, want ja, of je het nou, hoe je het went of verkeerd, die verbrandingsmotor, die komt aan zijn eind. En dan kan je het ook nog over e-fuel hebben. Er zijn misschien ook mogelijkheden. Nou goed, hoe dat gaat lopen, weten we niet. Maar het duurt niet zo heel lang en dan gaat ook dat aantal elektrische motoren op de weg natuurlijk aanzienlijk toenemen. En de mensen die ermee gereden hebben, die weten dat het echt heel erg leuk is. Ja, Peter heeft gereden, die is helemaal fan van de koppel. En, Hij vindt het prachtig. Tenminste, heel snel optrekken. Ja. En zo waar ik ben afgelopen week ook even met een grote groep Harley-rijders mee geweest. Nou ja, hele hoop herrie natuurlijk. En dan ga je even op zo'n elektrische motor. Een oase van stilte. En zo waar, daar kon ik van genieten. Ja. Dus ik reed heerlijk rond op die motor door de natuur, door de weilanden en zo. En toen dacht ik, eigenlijk is het ook best lekker om helemaal zonder geluid te rijden. Ja. Al hou ik wel van geluid. Ja, motorrijden moet ook wel een beetje knetteren. Ja, nou, daar kan je over discussiëren. Als je op een twin rijdt, is het leuk dat je voelt dat je op een twin rijdt. En iemand die van een viercilinder houdt, rijdt liever op een viercilinder. En die houdt van dat wat meer turbine-achtige effect. Of een elektrische motor. De motorblokken op zich hebben natuurlijk niet echt een eigen karakter. Nee, de een ten opzichte van het ander. Maar er is wel iets anders. Dat was, vanochtend sprak ik hier iemand en die kreeg, omdat hij een uurtje moest wachten op zijn reparatie, even een elektrische motor mee. En die komt ermee op een rood stoplicht afrijden. En daar staat de fietser naast hem en die zegt, goedemorgen. Ja. Dus dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Waarom niet? Goedemorgen. Ja, als het fijn op zo'n apparaat rijdt. Ja. Ja. Maar het heeft toch wel wat. Al zou ik de benzinemotor, tenminste het geknetter, toch nog niet helemaal weg willen doen. Nee, dat is voorlopig ook nog niet weg. En het verbod dat er aankomt op de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor, dat geldt nog steeds niet voor motorfietsen. Waarschijnlijk omdat ze ons vergeten zijn. En dat is bekend in de overheid, die vergeet ons soms. En dan gaan we heel hard roepen, hé, je bent ons vergeten. En op andere momenten vergeten ze ons. En dan denken we, weet je wat, daar zeggen we maar even niks van. Er is best kans dat Europa op het laatste moment zegt, wacht even, het geldt toch ook voor motorfietsen. Ja, dat zou maar kunnen natuurlijk. Maar de kans, moet ik eerlijk zeggen, is niet heel groot. Want de industrie moet zich daar ook op voorbereiden. En de motorfietsindustrie is er nog lang niet klaar voor. Hè? Zolang merken als KTM en BMW zeggen, wij geloven niet in elektrisch. Jullie zijn druk met de hele geluidskwestie, maar ook met de wegen die onveilig zijn, stoplichten die te lang op rood staan omdat ze niet gedetecteerd worden door motorrijders. Wat voor ontwikkelingen zitten er bij de macht nog meer aan te komen dit jaar? Er zijn niet zo heel veel spannende ontwikkelingen. We zijn wel bezig nu, er komt een vierde rijbewijsrichtlijn. En dat betekent dat landen opnieuw, en dan komt het opnieuw onder de aandacht, hoe die regelingen rond de rijbewijs zijn in Nederland. En daar zijn we mee bezig. We zijn bezig met contacten met politici daarover, met Tweede Kamerleden. Het debat komt er straks aan. En wat wij eigenlijk
willen. Nederland heeft altijd heel conservatieve keuzes gemaakt daarin. Dus wij mogen pas vanaf je 18 mag je hier pas een motorrijbewijs gaan halen. Dat betekent op je 20ste dat je een A2 mag. En dat je op je 24ste, als je niks gedaan hebt, op een volledig A-motorfiets mag rijden. Wij willen dat, zoals we dat in een aantal andere landen doen, naar 16, 18 en 22 hebben. En zo willen we ook werken aan de mogelijkheid om met je B-rijbewijs op een motorfiets te rijden. Natuurlijk na een cursus, hè, niet zomaar. Maar ons streven is gewoon om meer motoren op straat te hebben. En dan vooral ook motoren die gewoon werkverkeer doen. Want wij kunnen een bijdrage leveren in het reduceren van de files, in het reduceren van de verstopping in en rond de grote steden. Een bijdrage leveren aan het parkeerprobleem. Dat is, we hebben vorig jaar een interview gedaan met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. En die zegt ook, ik zie absoluut een rol voor de motorrijder daarin. Jullie hebben volgens mij een nieuwe voorzitter ook, zag ik in het magazin. Ja, dat klopt. We hebben een nieuwe voorzitter, ja. En daar zijn we heel blij mee. Iemand met een ruime politieke en bestuurlijke ervaring. En wij geloven echt dat ons weer een stap verder kan brengen. De mag is weer helemaal op sterkte om lekker actie te voeren. Absoluut. Als je nou zit te luisteren en denkt, ja, ik sta ook wel eens voor een rood stoplichtje wat op mij niet reageert. Of dat dijkje is afgesloten, dat irriteert me. Of de hele geluidskwestie, die discussie wil ik volgen of steunen. Word lid van Motorrijders Actiegroep Nederland.nl. Motorrijdersactiegroep.nl volgens mij. Ze doen nuttig werk. Ja, ik kan niet anders zeggen dat we die paar tientjes per jaar is het me meer dan waard. 18 euro per jaar voor een digitaal tijdschrift. En dan steun je echt de enige club die fulltime bezig is met de belangenbehartiging voor motorrijders. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app. Het gezelligste motorevenement van het jaar. Mega Motor Treffen. Daar hebben we het natuurlijk over in deze aflevering van de Motorpodcast. Was je erbij, dan kun je nu als het ware nog even nagenieten. Was je er niet bij, dan raak je zeker geïnspireerd voor de volgende editie. Want ja, dit is een evenement dat je als motorliefhebber niet mag missen. Ja, en over motorliefhebbers gesproken. We hebben natuurlijk inmiddels 86 afleveringen erop zitten. En dat betekent ook dat we inmiddels 86 gasten hier te pas en te onpas tegenkomen. Het is een beetje een soort van oude jongens krentenbrood ontmoeting geworden hier. Ja, daar lijkt het wel op. Ja, en een van die 86 gasten is Ron Betist. Ron, welkom weer achter de microfoon van de Motorpodcast. Ja, daar zijn we weer. Hoe is het met je? Ja, bijzonder goed. Het is een fantastisch feestje. Het weer is vooralsnog prima. Ja. Dus het was wel een beetje samengeknepen billen begin van deze week. Elke keer kijken wat gaat het doen. Maar het weer is mooi. En ik wil niet opscheppen, maar wij waren als eerste was alles weg bij ons. Dat is allemaal de weg op. Ja, want jij zit hier namens Indian. Ja. Dus er is geen proefrit meer te boeken. Jawel, je kan gewoon bij ons komen en dan kun je zeggen welke fiets je op wil rijden. We hebben er 19 mee. Dat zijn 17 volwassen fietsen en 2 EFTR'tjes. En die zijn ook constant bezet. Ron, nou sta jij bekend als Mr. Never Sell Just Add. Heb je onlangs nog iets aan je eigen motorcollectie toegevoegd? Nou, ik ben wel heel druk aan het bouwen. Ik kan het hier wel zeggen, want mevrouw die luistert hier toch niet naar. Maar haar motorfiets, de Shadow 600 van 32 jaar oud, die ligt in stukjes. Alles is gepoedercoat inmiddels. De tank en alle andere delen zijn heel mooi gespoten. En de bitchbobber gaat weer in elkaar gezet worden binnenkort. Dat wordt de mooiste bobber van Nederland, durf ik wel te zeggen, in alle arrogantie. Ja, dat mag. Je mag bij deze microfoon mag je gewoon arrogant zijn, hè? Ja, en het andere project waar ik mee bezig ben is mijn eigen Triumph Truxton. Daar heb ik een hele mooie Kuip voor laten bouwen in Retro Kuip in Thailand. Die is er opgezet, maar dat is niet helemaal goed gegaan, dus daar moet ik nog weer mee aan de slag. Dus dat gaat naar Van de Winter weer toe. Maar waarom helemaal in Thailand? Ja, er zat een man die hele mooie kuipen maakt voor de Truxton 900. Die voor mij is uit 2010. En die heb ik denk 2 jaar geleden gekocht en alles maar uitgesteld. Nou, nu ergens naartoe gebracht waar ze een frame eromheen hebben gebouwd. Dat is best wel een klus.
Veel geld eruit gegeven, maar het is nog niet wat het moet zijn. Hoe ziet de rest van het jaar voor jou eruit? Buiten dan het in elkaar zetten weer van motoren, dingen uit Thailand verschepen en heel hard werken voor Triumph. Maar hoe ziet jouw privé motorleven eruit het jaar? Ja, heel hard werken aan een Triumph en heel hard werken voor Indië. Hè? Ja, oké. Maar staan er spannende dingen op de planning? Heb je leuke trips gepland? Of, Jazeker, ik ben met twee hele mooie trips bezig. Je weet hè, ik ben groot fan van de Indian FTR. Daarvoor ben ik aan het kijken of wij de EFTR-rijders uit de Benelux enthousiast kunnen krijgen om met mij mee te gaan naar de Cromride in Spanje. Dat is in Girona, is 1 juli. Is 500 kilometer, 2000 bochten op één dag. Ik heb met mijn collega's in Spanje, Frankrijk en Duitsland erover gesproken. En we gaan proberen een sub-evenement binnen de Cromride neer te zetten dit jaar. Ik hoop dat het lukt om daar dus die dag te rijden. Dus ik roep alle FTR-rijders in Nederland op. Jongens, als je mee wilt, 1 juli, Girona, Spanje. Ik heb hem gereden op een Kawasaki toen nog. Maar het is waanzinnig. En ik kan inmiddels meepraten over het FTR-gevoel. Dat is inderdaad door de bochten heel fijn. Ja. Dus dat wordt gewoon een dag volop genieten. Maar we gaan ook nog, en dat is even een maandje eerder, gaan we naar Indian Riders Fest in Budweis in Tsjechië. En daar zijn wij als Indian Motorcycle Benelux zijn we daar ook met een groot stand aanwezig. We hebben geen motoren daar zelf, maar dat komt vanuit Tsjechië. En daar komen zo'n beetje 2500 Indian rijders uit heel Europa komen daar samen. Het is een waanzinnig feest. En daar ga ik natuurlijk op de motor naartoe. Inmiddels is hier de aankondiging begonnen volgens mij van dat grote stalen monster waar twee motorrijders 360 graden rondjes gaan rijden. Iets voor jou om dit te stunten? De Iron Dome? Nou, vroeger had ik dat zeker gedaan. Ik vind het zo knap, jongen. Maar ik denk dat je niet weet waar je blijft als je in zo'n ding rijdt. Het is een stalen bol van, wat zal die zijn, een meter of vijf doorsnee, 4, 5 of zo. En een stalen bol waar twee motorrijders vol gas naar rondjes rijden als maloten. Ja. Ja, Peter zijn het al, die zijn waarschijnlijk levensmoe of zo, want als dat fout gaat. Nou ja, ik weet het niet, maar ik denk dat het kwestie is van goede afspraken maken. Hey, als je daar aan houden. Als jij je Indian pet even afzet en gewoon als bezoeker over dit motortreffen loopt, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Ja, weet je, gewoon het feit dat mensen hier, die allemaal één passie hebben, hier naartoe komen om samen te genieten van motorfietsen. Maakt niet uit welk merk. Weet je, als je maar op twee wielen rijdt, dat vind ik wel belangrijk, of op drie wielen, maar dan wel een zijspan. En je hebt allemaal hetzelfde, weet je. Je spreekt al deze mensen die met verschillende pakjes aankomen, verschillende helmen, verschillende motorfietsen. En we delen gewoon één passie. Dat is het mooiste wat er is. De Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Motorrijden Nederland is een rosmalen. Niet alleen maar om gewoon te kijken, maar ook om keihard te werken. Want we treffen hier motorfotografe Jane. Jane, welkom. Welkom. Dankjewel. Vertel, wat heb je allemaal al op de gevoelige plaat vast kunnen leggen? Nou, het is heel gezellig en de stunts buiten zijn best indrukwekkend. Bijvoorbeeld iemand die doet op een trialbike, die springt echt 3 meter hoog op een platform met mensen eronder. Dat is wel heel vet om te zien. En dat heb ik al gelukkig mooi vast kunnen leggen. Oh, daar heb je een goed kiekje van dat hij echt in de lucht hangt. Ja. Krijg je dat voor elkaar? Ja, zeker. Ja. Oké, dat vind ik altijd mooi. Ja, wij troffen elkaar al eerder, onder andere op de motorbeurs Utrecht. Ja, jij maakt de meest fantastische motorfoto's. Als je nou één tip moet geven als mensen hun motor mooi op de foto willen zetten. Even een geheim kneepje. Denk om de locatie. Zelf let ik heel erg op dat er geen verkeersborden of auto's op de achtergrond staan. En het licht is heel belangrijk. Dus niet te donker, niet in de felle zon, een beetje indirect licht. En dan kun je eigenlijk met elke camera wel een hele mooie foto maken. Het gouden uurtje? Ja, dat is een ander favoriet. Maar dat helpt ook met mooie foto's maken. Hoe laat is het gouden uurtje? Leg even uit. Je hebt een app die je kan downloaden. Die zegt precies hoe laat elke dag het gouden uur is. Dat verschilt per dag. Maar dat is eigenlijk het laatste uur dat er zonlicht is. Dus als je mooie foto's wil maken, niet overdag, maar gewoon een beetje einde van de dag. Ja, of 's ochtends vroeg opstaan. Ja, dat doen de meeste motorrijders niet, denk ik. Maar ook niet mijn ding. Nee. Maar dan heb je wel dat je ook heel mooi dauw hebt. Dus dan heb je wel weer een andere sfeer dan met zonsondergang. Dan moet je wel heel vroeg opstaan. Hey, de eerste vraag die we eigenlijk altijd aan elke gast in onze podcast stellen is de welbekende vraag. Waar rij je op? Mijn motor is een CBR 600 RR uit 2007.
Alleen momenteel is die helaas stuk en moet ik hem laten repareren. Want, wat is er gebeurd? Het was goed bedoeld, maar ik heb mijn broer op mijn motor laten rijden en dat is niet heel goed afgelopen. Nooit doen. Hij heeft gelukkig alleen gekneusde ribben, maar mijn motor die staat er heel zielig bij. Het is echt een ongeluk dus. Niet gewoon even een stoeprandje gepakt, maar hij is er vanaf gegaan. Ja, hij is echt 2 meter over het asfalt geschoven en op een stoepje tot stilstand gekomen. Maar betekent dat einde echt van de CBR? Of? Ik zeg het met pijn in mijn hart, want ik ben ook nog wel een CBR-rijder. Ja, ik heb al wel heel wat tranen gelaten, maar het hangt een beetje van de voorpoten af. Als die nog recht zijn, dan kan ik hem laten maken of zelf maken, onderdelen bestellen. Maar als de voorpoten ook niet meer goed zijn, dan is het helaas niet meer waard. Dan moet ik toch verder gaan kijken naar een andere CBR. Ja, eens CBR, altijd CBR? Ja. Ja, Honda CBR hebben we het over, hè? Ja, ja zeker. Ja. Maar wij zitten samen in de illustere CBR-appgroep, waar inmiddels 88 CBR-rijders in zitten. Dus zit je nu te luisteren en heb je een CBR, meld je even bij de Motorpodcast, want dan heb je to share de link, zou ik zeggen. Daar kunnen nog meer rijders bij. Ik moet wel opbiechten dat het bij mij... Ik moet er binnenkort uit, want het wordt een Yamaha R1, dus ik moet in een andere appgroep. Ja, er zitten wel meer mensen die al een andere motor hebben, maar toch gezellig vinden om te blijven. Dus volgens mij is het helemaal niet erg... Als je een R1 hebt en je zit in de CBR-groep, hè? Heb jij een Harley-groepje, Peter? Ja, maar dat is niet met appen. Harley-rijders die moeten elkaar gewoon zien en een hand geven. Nou ja, daar worden dus de mooiste foto's in gedeeld. Janie knalt ook wel eens foto's in. Ja, echt, er zitten hele mooie plaatjes bij. Als je nu zit te luisteren en wilt een keer checken, ga op Instagram, zoek eventjes op Made by Jane of Bikes by Jane. Laat je inspireren door de mooie platen. En maak zelf ga op zoek naar het gouden uurtje en een mooie locatie. En je motor even oppoetsen, dat is ook een goede tip. Ja, toevallig heb ik 9 juni een workshop gepland voor motorfotografie. En er zijn nog wat plekjes vrij. Dus het zou leuk zijn om nog 5 mensen te kunnen ritselen die de workshop willen volgen. Ja, okay. Goede tip. Wat ga jij nu nog fotograferen zometeen hier op Mototreffen? Er zijn nog wat steentjes hierachter die ik op de foto mag zetten. En ja, er is een hele mooie motorkledingstore waar mensen mooie met korting motorkleding kunnen kopen. Dat moet ik ook nog even vastleggen. En ga je toch nog een proefritje maken even tussendoor? Dat je denkt van nou, leg even mijn camera's aan de kant en dan toch even een ritje nog? Ja, ik heb net 2 weken op de nieuwe FTR mogen rijden. Dus ik heb wel genoeg proefritjes gemaakt nu. Dat heb ik ook gedaan op een Indian FTR. Had jij een boete toevallig ook? Ik twijfel nog. Okay, hij moet nog binnenkomen. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, want we hadden natuurlijk ook al Ron Batist, Mr. Never Sell Just Ed en tegenwoordig ook Mr. Indian hier bij de desk. En die had ook al best wat boetes gekregen met dat apparaat en ik dus ook al. Dus nou ja, goed. Ja, meestal heb ik Flitsmeister aanstaan, maar net 1 keer vergeten en dan zie je toch achteraf dat er een flitskast stond. Hoe beviel die? Ja, ik ben wel een beetje verliefd ook, stiekem. Hij rijdt zo lekker. Ja, dus die gaat er misschien wel komen? Ja, over 5 jaar misschien, maar ik heb hem wel even opgekweld. En ja, ik ga hem nu wel missen, want hij wordt nu demo gereden. Dus het doet wel pijn om andere mensen nu op die FTR te zien rijden eigenlijk. Maar misschien is er wat te regelen. Als jij nou met Batist afspreekt van ik regel gewoon alle foto's, alle mooie foto's. Weet wat je kan. Dat hij dan zegt van nou weet je, doe wat van de prijs af bijvoorbeeld. Wie weet. Ja. Ik denk dat hij daar wel voor in is. Vraag het maar aan. De Motorpodcast. Mike on the Bike, nu bij de Mike. Bij de Mike van de Motorpodcast. Mike, je bent inmiddels een soort van... Ja, motorartiest kunnen we wel zeggen. Ik bedoel, je treedt op je motor hier, op het Mega Motortreffen. Je staat in de hal, je probeert dingen te verkopen. Je bent met vering bezig, met sloten, met hefbruggen. Wat doe je toch allemaal, Mike? Geld verdienen. Met je passie, nee, hoe mooi is dat? Nee, mijn passie staat voorop. En ik zei het toen straks nog tegen een goede vriend van mij. Ik zei, ja... Ik heb dit als bezoeker altijd vermeden, want ik ben geen event guy. Ik hoor in de bosjes thuis, met mijn tent. En nu sta ik hier en het raakt me nog steeds niet, maar de mooie gesprekken die je dus met mensen hebt, omdat je alleen maar online zo heel erg aanwezig bent,
Ja, dan komen echt mensen die... Dan heb je in één keer een gesprek van een half uur en dan denk ik, holy fuck, dit was een heel leuk, interessant gesprek. Het is ook precies wat motortreffen is, toch? Mensen die jou dan zien of elkaar treffen, mooie verhalen delen, inspireren. Hij wil naar de Noordkaap. En ja, ik zeg, nou, dan heb ik nog iets. Ik heb een Noordkaapreis, een route laten zien en zo gingen we de diepte in. Echt, ja, ik vergat heel de omgeving, want we hadden zo'n mooi gesprek. Ja, dus als hij dit hoort, dankjewel. Is er nog een recente Noordkaap-trip geweest van jou sinds dat we elkaar spraken in aflevering 40, even uit mijn hoofd? Elk jaar ben ik ongeveer 6-7 weken in Scandinavië, dus ik heb ongetwijfeld dat ik er alweer geweest ben. Mensen die nu zitten te luisteren denken, ja, ik vind het asfalt leuk, weet je al, haarspeld, bochtjes. Waarom zou iemand die nog nooit geproefd heeft van offroad rijden, toch een keer die stap moeten zetten volgens jou? Je angst raak je kwijt. Geen grip is de beste grip. Want dan begrijp je hoe de motor beweegt. En dan ben je niet meer bang voor dat ene bewegingje. Plus je hebt zoveel meer controle over je motor. En eigenlijk ook over je gedachten. Omdat je die angst aan de kant hebt gezet. Is dat ook een soort levensles? Dat je angsten in het leven en generaal. Dat je van alle angsten zo'n beetje afkomt. Als je met jou dit soort offroad ritten maakt. Ja, het leuke is wel, ik ben erachter gekomen met mijn 1-op-1 lessen. Want we hebben het in de podcast met jullie over gehad. Of met z'n tweeën, maximaal 2 deelnemers. Ja, je raakt een hele andere gesprekken dan dat je in een groep zit. En als je een groep mannen hebt, ja, dan wordt er altijd een beetje gekwald en een beetje grappen gemaakt. En 1-op-1 heb je gewoon leuke gesprekken. En leer je iemand ook veel beter kennen. En dan... Ja, dan gaat alles eigenlijk makkelijker, want iedereen wordt een stukje relaxter. Zijn niet meer bezig met zijn angsten en dan op, go with the flow. Dus eigenlijk een gat in de markt nu de GGZ, geestelijke gezondheidszorg, overbelast is in Nederland. Kun je ook terecht bij Mike on the Bike en kom je ook genezen terug? Heb ik het daarom druk? zou zo maar kunnen, Mike, dat het gewoon... De motorpsycholoog inmiddels, niet alleen motorartiest. Ja, maar... dat lijkt het dus, dat is heel raar, maar dat lijkt het af en toe wel, want... Ik schijn dus open te staan en daardoor gaan mensen ook open, ja, die gaan ook vertellen over hun leven. Voor de mensen die de vorige aflevering met jou niet beluisterd hebben, waar doe je altijd offroad rijden op? Wat voor machine heb je onder de kont? Een, wat is dat ook weer, zo'n driewieler? Nee, grapje. Nee, een BMW R1250 GS. Ik heb de Trophy fiets overgenomen, die nou helemaal carbon is. En mijn adventure die hier ook staat. Dus ja, ik heb 2 kindjes. Dus de zware machines. Geen 4,5. Ondertussen barst het lawaai los. Er wordt weer een of andere stunt gedaan. Inderdaad, in de Iron Dome gaan weer een aantal motoren over de kop. Hier bij Mega Motor treffen. Mike, je motoren zien er wel echt geweldig uit. Je hebt echt zo'n beetje alles wat je kan doen aan een GS. Aan een BMW GS. Heb jij eraan gedaan of laten doen? Heb je het laten doen of toch? Nee. Afblijven. Dat doe ik allemaal zelf. Ik doe onderhoud bij biker. Doe ik ook mijn onderhoud helemaal zelf. Dus ze mogen maar tips geven, maar ik doe het. Want als ik ergens in de achterwege in een weiland sta bijvoorbeeld. Of op reis in the middle of nowhere. Ja, ik moet het zelf kunnen maken. En dat, daardoor ken ik de motor op. Maar er zit alles op wat je maar kunt verzinnen. Maar je moet niet vergeten, het is mijn rijdende winkel. Hè? Want de mensen die kopen in de webshop. Maar 9 van de 10 keer hebben ze mij eerste keer getroffen. En kan ik ook over de producten iets vertellen. De Motorpodcast. We kijken terug op een enerverende dag. Ook een dag weer vol met hebben dingetjes. Ja, ik heb het er toch nog altijd moeilijk mee. Hè? Maar je hebt nog niks gekocht. Nee, dat is ook een unicum. Ik heb niks gekocht, maar oh man, het is wel... Nou, ik wil niet zeggen een straf, maar ja, ik word gewoon geprikkeld door al die mooie nieuwe motoren. Ja, en denk die wil ik erbij en dat. Nou ja, goed. Hè. Nou, ik liep net hier nog langs de Ducati proefrit stand. En daar stond een hele mooie Diavel V4. Nou, echt, ik ben niet zo'n fan van Diavel, weten jullie als vaste luisteraars. Maar deze, dit was al een heel dik ding hoor. Mooie uitlaat eronder. En ja, maar ik Ja, dat is het. Het wordt toch de R1.
een Yamaha R1. Ja. Maar ja, je moet nog een week wachten en voor je het weet koop je hier nog een exemplaar erbij. Hè? Het wordt in ieder geval geen driewieler. En ik moet ook stoppen met de opmerking over de driewieler blijkbaar. Want we hebben tijdens de opnames hier eventjes een polletje gedaan op social. En jullie hebben als volgt gereageerd. Er stond een foto van een trike. Dat is echt zo'n, nou, bijna een auto op drie wielen, zeg maar. Foto had ik gepost. Hoort deze trike nou eigenlijk wel op Mega Motor Treffen? 19% van jullie zegt ja, kan best. Hij heeft wielen, dik ding. 37% zegt nee, het heeft niet eens een motorkenteken. Dus er zit geen Eminent kenteken. En 44%, het maakt me eigenlijk helemaal geen ene reet uit. Okay. Dus nu hou ik er ook over op. 44% van jullie zegt nou, lekker belangrijk. Ja. Maar ga je de drie wielers die hun hand opsteken naar jou, groet je die nu wel terug? Ja, dat is even ja, een duivels dilemma. Je hebt een trike. Een trike zit echt, die heeft een wielbasis van zeg de 1,20 meter of zo zit ertussen. Nee, maar wacht even. Een trike, dat is vind ik met twee wielen aan de achterkant en één wiel aan de voorkant. Dat vind ik wel echt, maar die zie je heel weinig in Nederland. Maar met twee wielen aan de voorkant en één wiel aan de achterkant. Ja, dat heeft deze. Kijk, hij heeft twee wielen aan de voorkant. Er zit ruim 1,20 meter, 30 tussen. Ja, sorry, maar dat blijft voor mij toch een klein beetje een soort invalide. Ja, toch? Nou, zijn wij daarover eens? Ja, als iemand netjes naar mij zwaait op de motor en dan vertrouw ik erop dat het een motor is, tuurlijk zwaai ik even terug. Ja, oké. Okay. We gaan afsluiten, denk ik, Peter. Het is aflevering 86. Ja, het is gewoon lekker om al deze mensen hier te zien. Lekker bijgekletst met heel veel gasten die ooit te gast zijn geweest in de motorpodcast. Het wordt nu gewoon wachten op mijn nieuwe motor. Snel een rit maken. Op naar nog beter weer. Ja, maar dat zit eraan te komen volgens de buienradar. We worden het juist minder buien. En er zit nog iets, hangt er in de lucht. Ja. Want wij gaan nou toch wel vrij binnenkort de 100ste aflevering van de Motorpodcast opnemen. Gaan we op een bijzondere manier doen. Ja, dat wordt heel gezellig. Daar gaan we jullie ook bij uitnodigen. Hoe precies, wat, waar. Dat moeten we nog besluiten, want we hebben allerlei leuke tips voor jullie gekregen waar we terecht kunnen. En we zijn nu een beetje aan het kijken wat de leukste plek is. Ja, daar moet een motor naar binnen kunnen natuurlijk. Ja, de een zegt van het moet in een motorzaak. Hè. Dat hebben we ook al een hoop mensen zeggen. Ja, doe het in een mooie motorzaak. Ander zegt van ja, doe het toch maar in het theater. Ja, Bike Shed Londen is ook voorbij gekomen. Ja, Isle of Man ook als suggestie. Ook een hele mooie plek om naartoe te gaan. Al vraag ik me af hoeveel Nederlanders daar dan ook even naartoe kunnen komen, Nederlandse motorrijders. Eén ding is zeker, we doen het in ieder geval in Nederland, want we zijn een Nederlandstalige podcast. Natuurlijk zijn er luisteraars bij, het wordt leuk. Hou gewoon ons in de gaten, de komende afleveringen. Hou de socials in de gaten. Als je nog niet bent geabonneerd, volg ons op Instagram en op Facebook, want dan krijg je al die informatie, dan mis je niks. Ja, en we gaan in de komende afleveringen daar op terugkomen, de 100ste. Wel een mijlpaaltje. Ja, dat vind ik ook. Dat moet echt even gevierd worden. Ja, vind ik wel. Op een leuke manier. Allemaal dankzij jullie natuurlijk, want omdat jullie luisteren, gaan we op naar de 100ste. Als je nou zit te luisteren en denkt, ja, ik heb nog een paar motormaten die volgens mij de motorpodcast niet kennen. Deel het gewoon een keertje op een ride-out of zo die je hebt, dat er een motorpodcast is. Ja. Wij gaan naar aflevering 87. We gaan hier inpakken en we gaan weer terug naar onze studio, ons motorhonk in Hilversum, naar de volgende aflevering van de motorpodcast. En wil je die niet missen en luister je bijvoorbeeld in Spotify, druk dan op volgen, want dan krijg je een seintje bij de volgende aflevering. De motorpodcast. Graag.